Dag, beste kijkers, welkom weer bij een spetterende aflevering van Kaffee Weltsmerts. Ik ben hier vandaag met Dirk-Jan Epping, zeer ervaren politicus. En vandaag zullen we het gaan hebben over de mogelijkheden van coalitievormingen binnen de EU. Dirk-Jan, aan jou het woord. Ja, dankjewel. Uh, Sit. Ja, dit is natuurlijk een belangrijk onderwerp, want uh, veel mensen vragen van ja, dan ga je daar naar het Europese parlement, wat ga je daar dan doen? Mm -hmm. En uh, dat is een hele belangrijke vraag, want veel mensen denken dat je eigenlijk niks te doen hebt. <laughs> en dat de mensen daar vandaan ook drinken en, 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 champagne. en drinken, champagne drinken en eten enzovoort en, uh, en voor zich uit praten. <coughs> maar het gaat in de Europese Unie, zoals overal in de politiek, om macht. Uh, en tot dusver heb je, hebben mensen met een andere mening dan de heersende federale mening. Uh, ja, die hadden er niet zoveel te zeggen, want die waren klein in aantal. Uh, ik heb dat zelf vaak meegemaakt. Uh, toen ik stagiaire werd, toen was er eigenlijk helemaal geen oppositie in de Europese, geen enkele partij. Uh, iedereen was voor en het leek meer een soort van, uh, van kerkkoor. Ja, een soort van kerkkoor, wat allemaal okay. hetzelfde liedje zong. Uh, had iets van het, een, 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 een kerkinstelling, een Vaticaan eigenlijk, als het ware. <laughs> okay. dus, en de voorzitter van het Europese parlement was een soort van mini-paus. Uh, die allemaal de Europese gedachten van Ever Closer Union uh, wilde doorvoeren. Uh, en dat werd gedragen door christendemocraten, democraten uh, Liberalen, uh, Socialisten mm -hmm. en later ook Groenen en hun fracties. En die hadden eigenlijk alle macht. En had je hier en daar wel wat loslopend wild, zal ik maar zeggen, maar dat, dat organiseerde zich niet. Ja. Uh, mensen die ook geen idee hadden hoe ze oppositie een vorm moesten geven. Maar dat is in de loop van de jaren verandering ingekomen. Omdat uh, ja, je kreeg bijvoorbeeld, ik herinner me de komst van uh, Nigel Farage, toen ik in de Europese Commissie werkte. Zeiden ze tegen mij, moet je die rare meneer daar een beetje in de gaten houden? Wat is hij eigenlijk voor iemand? Ze zitten met z'n tweeën, uh, UKIP met z'n tweeën in het Europese parlement. Nou, ja, goed, ben ik mm. eens gaan praten met meneer Farage. Ik zeg, ja, ze bij de Commissie vinden ze u een rare snuiter. Uh, wat komt u allemaal doen enzovoort? En toen hebben we ook een toenmalig commissaris voor wie ik werkte, de heer Callas uit Estland, in contact gebracht met Nigel Farage. We hadden een gesprek gehad over wat hij nou wil. En, uh, want hij voerde het woord, hij was eloquent, dat is mm -hmm. nog steeds. Uh, en zo hebben we hem leren kennen. Maar dan heb ik wel gezien hoe die partij dus begon te groeien. Dus hij begon met twee zetels. Hij was 14, er was 20. En, okay. en, en, en nu komt hij met de Brexit Party. Die had nu wel met 30. Zetels of meer komen. Dus hij is toch wel een fenomeen geworden, maar hij is één persoon ja. met één doel. En dat is namelijk het uittreden van het uh, Verenigd Koninkrijk. Uh, dat is zijn doel. Als je dan verder kijkt in oppositie uh, tegen de Ever Closer Union, uh, dan hebben we tien jaar geleden, ik ben mede-oprichter daarvan, de ECR opgericht. De, Europese conservatieven ja. en hervormers, dat was samen met de Britse conservatieven. Ik kon goed ja. vinden met de Britse ja. conservatieven dat altijd erg lachen. Dat ook Britse humor uh, krijg je dan over je heen. beetje relativeren. Uh, en met de Polen, die, die weer een andere invalshoek inv uh, hebben. Nou, dan ben ik vicevoorzitter van die fractie geworden. Maar we hadden zo ongeveer 54, 55 leden. Dat is natuurlijk niet, niet genoeg in een parlement van 751 leden. Dus ja, we zaten erbij, maar we werden, af, we werden wat me meerwaardig aangekeken. En mm. ja, wat, doen en, wat doen jullie hier? Wat doen jullie hier? Het gaat toch weg? Werd ja. ik uitgescholden? Dan had ik kritiek. Ja. Uh, dit was een van de metresses van, de maîtresses van uh, geloof Berlusconi, ja? en die, uh, ik, Berlusconi. En ik had kritiek op de Europese Unie enzovoort. Dus begon ze Italiaanse schreeuwen. Uh, van, uh, als het u niet bevalt, dan gaat u maar weg. Of, wat doet u überhaupt hier nou? Ik vond het wel zeer, zeer onaangenaam dat een van... Zo'n manier tamen... om het volk te vertegenwoordigen, <laughs> ja. weet je. Onder jij hier, Van ja. ja. de heer Berlusconi nog wel. Die uiteraard was aangesloten bij de christendemocratische fractie. <laughs> maar anders? Dus dat heeft... Uh, mijn les was dat uh, ja, die oppositie moet groter worden. En moet zich ook organiseren. Want je had al wel uh, de ECR. Je had ook daar Nigel Farage zitten met zijn mensen. En dan had je nog een fractie rondom... Uh, het Front Nationaal van mevrouw mm -hmm. Le Pen, maar die communiceerden ook niet met elkaar. Nee, dus er zijn een, geen communiceren. Nee, vaten, dus, tot dus, dat op de dag van vandaag weer de We ja, wachten. Dus, dus er was ook geen enkel overleg over het stemgedrag van hoe je op bepaalde punten gaat stemmen. Dat, was, dat kwam er toevallig zo uit. Dus wat we nu moeten doen, is ten eerste ervoor zorgen bij de Europese verkiezingen, en daarom zijn deze zo belangrijk. Uh, het aantal uh, oppositieleden in het Europese parlement drastisch verhogen. Uh, mm -hmm. En het ziet er naar uit dat daar een redelijke kans op is. De mensen moeten absoluut gaan stemmen. Ja. En ste ja, maar dat is echt interessant. Dat, dat, je dat je nou is heeft. ja. Dat is de eerste grote kans op andere nieuwe machtsverhoudingen. Want ik zei al, politiek draait om macht. Ja. Draait niet ja. om muziek. Draait ook niet om grote verhalen. Draait om macht. Ja. Uh, dus je moet het aantal uh, 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 eurokritische, eurosceptische ja. leden moet je, moet je vergroten. Ja. En dat, die trend zie je nou in, in, dus, in, in grote landen. He, dat is niet alleen Denemarken of Nederland. Het is ook, je ziet er dus een nou goed Brexit-party van Nigel, die, uh, die komt sterk terug. Maar je ziet het ook, en dat misschien wel de grootste partij wordt: het uh, uh, lega van, uh, van Matteo Salvini. Ik uh, de, denk ook wel iets in de 30 zetels. Uh, je hebt natuurlijk die Vijf Sterrenbeweging daar. Dan heb je ook een beweging in, uh, in Spanje. In Frankrijk hebben we mevrouw Le Pen weer. Uh, ook andere partijen trouwens. Uh, en we hebben natuurlijk AfD in Duitsland. Nou. Dan moet je je vragen. En dan heb je natuurlijk de. Uh, de FPÖ Polen, en zo. Ja. De FPU ja. En dan heb je ah. nog Fidesz, de partij van de Hongaarse president uh, Orbán. Die nog bij de Christen-Democraten zit, maar die op de strafbank zit. Dus ja. daar is En ja, daar wil ik het over hebben, want ik ga me Ik zal het even afmaken. En ik vermoed dat die, dat die weggaan. Dus dat is nu het palet. En als je dan kijkt naar de fracties die hier komen. Denk ik, er komt een, een nationalistische fractie, als je het zo mag noemen. Van Salvini, AfD. Uh, en Le Pen en PVV. Dat is er één. Die kan vrij groot worden. Omdat, de, de huidige... omdat die grote landen leveren veel leden. Ja. En dan heb je dus Nigel Farage met een grote club. Maar die moet ook. Je hebt tenminste zeven ja. nationaliteiten nodig. Maar hij vindt wel een aantal. Vazallen. Vazallen naar ja. andere mensen die zeggen. Ja, ik moet me ergens bij aansluiten. En, ja. Nou goed, die gaan, en zo komt hij wel aan zeven, uh, uh, zeven nationaliteiten. Maar hij kan ook een redelijke groep vormen. We hebben ECR. Met Polen die sterk zijn. Uh, en ook uh, ja, de conservatieven die komen dan weer terug. Dus de groei, de groei is, erin, is dat die gasten allemaal niet met elkaar praten. Ik ga dan eventjes een paar voorbeelden noemen. Uh, neem dan nou Nigel Farage. Uh, die heeft nu ruzie gemaakt met de UKIP. En is eigenlijk een Brexit. Uh, dus niet United Kingdom Independent, <kwijnt> maar een Brexit Party. Vanwege Tommy Robinson. Je zegt ja, maar Tommy Robinson is te extreem. Maar eigenlijk is het een onderliggende issue. Van een klassending. Ja, want de Groot-Brittannië-klasse speelt nog altijd een ontzettende rol. Een heel ja. klasse-gestructureerde samenleving. En dus de volkse mensen zitten in die islamiserende wijken, kunnen niet weg. Tommy Robinson geeft daar stem aan ja. en zegt: nou, ja, maar ik ben eh, een miljonair en ik wil er eigenlijk niet mee associëren, want dat vind ik de volk, dat vind ik te vuig. En dat is ook het hele probleem met de, enerzijds die conservatieven die nog een beetje deugbaar willen blijven, en een beetje salonfee willen blijven. Anderzijds. De full blown nationalistische, nexit conservatieven. En, en, enzovoort. En dat die, dat die bloedgroepen, die, de ene zijn volks, andere zijn elitair. En de ene zijn conservatieve, andere zijn nationalistisch, geen eenheid vormen. En anders nee. zijn weer libertair. Hè, dat er gewoon dat het gelostant is. Ze kunnen geen, geen eenheid vormen, eigenlijk nee. tegen die, tegen die stoomwals van de Links-liberale Hegemonie. Ja, maar kijk, Sit. Uh, uh, als, als er een echte electorale ommezwaai komt in, uh, in Europa. Uh, dat betekent in de eerste plaats dat uh, je een machtsfactor kunt worden. Dus het wordt serieuzer. Tot dusver was dat niet het geval. Dus iedereen deed maar waar hij die, waar die zin in had. En die conflicten waren er ook overal, omdat, uh, omdat het, het, het maakt er niet uit als je dus uh, een, een, een electorale successen hebt, dan maakt dat in één keer wel uit. Want de meerderheid die, die we moeten halen voor voorstellen is 376. Mm -hmm. dat, is, dat is het aantal dat je vaak moet halen bij stemmingen. Nou, dan krijg je verschillende groepen. Ik heb al gezegd: de nationalistische groep, dan heb je uh, de Brexit-party, uh, dus rondom Nigel Farage, en dan heb je hebt ECR. Je hebt aan de linkerkant GUE. Dat, GUE, dat is een, een linkse formatie, in, ja. Daar zit de SP in. En dan heb je nog boven de markt hangen Fidesz van Orbán. Die dan waarschijnlijk bij de Christen Democraten zal weggaan. En die mogen bij ons komen natuurlijk. Dat is altijd welkom. Uh, maar misschien gaan ze bij een andere fractie. Dat is ook nog een, een, een redelijke club. En dan wordt het voor het, de, het, het midden, het establishment wordt het steeds moeilijker om aan 376 stemmen te komen, want als je nou kijkt naar de Christen-Democraten, die hebben er nu ruim 200 uh, uh, zetels. Uh, nou stel dat die de 160 halen of zo, of, of 170, dan is de weg van 170 naar 376 dat is een heel dat is een heel traject. Uh, dan moet je de aankloppen bij, dan moeten ze aankloppen bij de bij de liberalen, bij ALDE. Uh, dus waar d 60 en VVD zitten, de fractieleider is de heer Verhofstadt, een zeer waanzinnige man overigens die schreeuwt, schreeuwt zich schoor ja. in het Europese parlement. En um, dat is ook niet genoeg. Dan moeten ze naar de Groenen toe. Ja, de Groenen weet je dat niet. Want de Groenen ja. is, is eigenlijk een klimaatpartij. Is een klimaatkerk. Ja. En dan moeten ze gaan ze naar de socialisten. Maar de socialisten gaan zwaar verliezen. Uh, zelfs de Franse socialisten halen niet meer 5%. De Duitse socialisten doen het slecht. De socialisten in Italië zijn er bijna niet meer. Dus de socialisten staan niet zo sterk. Uh, en die gaan zich meer uh, tegen, ook tegen als, als, als een soort Danish, oppositie. De Danish Solution. Uh, nou, wacht even. Uh, die, kunnen ze, die gaan ook meer oppositie spelen. Dus wat je ziet is dat het. Uh, in, uiteindelijk moet je stemmen. En moet je dus die 376 uh, stemmen halen. Uh, dat uh, wordt niet zo makkelijk. Uh, dat, wordt, dat wordt eigenlijk moeilijk. Omdat dat, dat, dat parlement, wat vroeger werd beheerst door twee blokken. Democratische ja. socialisten. Ja, dat is al elkaar gevallen en dat is versplinterd. Ja. Uh, en daar is ook een groeiende oppositiegevoel ja. dat naar boven komt. Ja. Uh, en daardoor kun je bijvoorbeeld zeggen: als men ja, een man. nieuwe, een opvolger van de heer Juncker aanwijst. als opvolger van voor, de voorzitter van de Europese Commissie. dan kun je zeggen: van die kandidaat willen we niet. Uh, en daar uh, zijn we ja. tegen. en ja. die haalt dus die hoorde niet. Ja. Maar uh, goed. Voorstellen, ja. voorstellen dus uh, van de Europese Commissie. Uh, ja, die kunnen het moeilijk hebben. dus Het wordt elke keer moeilijk om aan dat getal ja, te maar komen. Maar ik ben natuurlijk uh, als ja, gepromoveerd persoon precies op dit onderwerp, democratie en media, tegen een heleboel dingen aangelopen gedurende mijn traineeship op het Europees Parlement. En ik durf je, ja, ik moet natuurlijk een beetje tegengas bieden, want het moet niet alleen maar ja en zijn, maar uh, een cynische analyse tegenover te zetten. Dus als je dus kijkt naar hoe die macht in het Europees Parlement in feite gaat, elk Europarlementariër moet een x aantal commissies volgen. En bij die commissies gaan er duizenden amendementen overheen. En dat wordt weer gemaakt door policy officers, dus beleidofficieren. Dus vaak wordt in de praktijk wordt alles uitonderhandeld in shadow committees. Eh, daar worden compromissen gemaakt van honderden amendementen op één gestapeld tussen groepen, tussen die beleidsambtenaren per commissie. Terwijl zo'n europarlementariër meerdere commissies moet vormen. En wat er dan dus gebeurt, is dat er in die compromise amendments dat er zoveel wordt samengevoegd. Dat er ook tegenstrijdige dingen worden aangenomen. Dus dan zegt, nou neem jij deze 20 amendementen van mij aan, dan neem ik die 20 amendementen van jou aan. En ze worden er een heleboel amendementen aangenomen. Ja. Terwijl de socialisten zeggen, nou uh, wij willen weet ik wat meer geld uh, voor milieu. Uh, dan zegt de christendemocraat, oké, okay, dan neem ik dit aan, maar neem jij van mij aan een andere bezuiniging, die dan indirect ook op milieu ja, bezuinigt. En, en dan uh, gaat het ja, hele handeltje gaat naar de Europese Commissie. Zit, toe. Zit en zitten er daar ambtenaren en die gaan het cafetaria-model. En die gaan er zelf uitshoppen van, nou, uh, oké, okay, er zijn tegenstrijdige dingen aangenomen. Nou, zo zien wij het. Wij pakken dit eruit. Wij doen cherrypicking. Precies, die dingen die wij als ambtenaren willen. Omdat er zoveel amendementen erheen gesluisd worden... dat die, ja, die bureaucraten het overzicht er ook niet meer in hebben. Ja, dan zou je dus eigenlijk elk parlement moeten afschaffen. <laughs> als je jouw visie volgt. Hè. Nee, jouw visie nee, niet is... waar. Want in nee, visie is, is niet wel waar. Ja, jou, 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 jouw visie getuigd van een diepe cynisme en... Zorg ervoor dat de Renaissance-generatie uh, hoop en verwachting ja. heeft. Uh, en ook uh, uh, kan zien hoe het allemaal werkt. Maar daar ben ik Want, niet met je eens, denk ik wel. Luister, luister het, het is zo dat uh, je kunt niet op alle punten overal dezelfde stemming kunt organiseren. Dat is de verschillen zijn te groot. Je kunt ook niet samen samengaan. In, in, in die, al die, al die fracties kunnen niet samengaan, maar we kunnen wel samenwerken. Nou, het zal wel heel belangrijk zijn. Als bijvoorbeeld op het punt van immigratie. Uh, de, 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 stemmen, de stemmen tussen die verschillende fracties, het uh, wo stemgedrag wordt afgesproken. Dus dat men zegt van, nou die dingen, dan gaan we tegenstemmen, we doen we aan blok. Uh, dat, dat betekent dat ook die fracties contact met elkaar moeten hebben over hoe ze gaan stemmen. En zo kun je dus met het getal, kun je macht organiseren. En daardoor kun je voorkomen dat, uh, dat, uh, dat voorstellen 376 Stemmen halen, of soms meer bij een gekwalificeerde meerderheid. Uh, dus uh, in dat opzicht is samenwerking tussen de verschillende eurosceptische en euro-kritische uh, fracties zeker noodzakelijk. Ik ben persoonlijk bereid om daaraan te werken. Ja, ja. En te gaan spreken met uh, een vertegenwoordiger van uh, de nationalistische fractie, van uh, Nigel Farage natuurlijk, die moeten we een beetje bij de les houden. Ja. Uh, maar, uh, want die verdiept zich niet zo ver in al die amendementen. Die is natuurlijk bezig met het, met het ja. grote verhaal. Uh, en ook over te stappen naar de, naar de ja. linkerzijde om ja. daar steun te zoeken en dan onze stemmingen te coördineren. Ja. Ja. Nou, dan heb je een vuist. Uh, dan zet je ook dat het motorblok van het Europees federalisme in het midden zet je onder druk. Ja. Want die weten niet, moeten we naar links? De christen-democraten weten niet, moeten we naar links of moeten we naar rechts? Uh, als Fidesz daar weggaat, zijn ze nog zwakker. Ja, oké, okay. maar en jij zit nu op het politieke niveau en ik zie het meer als ja. een institutioneel probleem. Dus ik ben, alles wat je nu zegt ja. vind ik volkomen helder. Ik, ja. ik ben het er zelfs mee eens en Oké, okay, nou, was wel fijn. Maar dat gezegd hebben, dan zie ik toch iets cynischer. Ik zal ook de grondslag. Kijk, je zegt dan kan je elk parlement opheffen, maar in een tweede kamer, een motie is een motie. Dan gaat het over die motie, <laughs> klaar. Dan gaat het over dat amendement. Bespreek je dat amendement, dat hamer je af, klaar. Maar bij het Europees parlement worden er in die shadow committees echt honderden amendementen tegelijk uitgeruild. En hoe meer dus die partijen versnipperen, precies wat jij zegt, die, die grote blokken, die verdwijnen. daar komen een heleboel kleine splintergroepjes voor terug. Dat vergroot de versplintering, dat verkleint het overzicht, dat maakt het nog chaotischer en dan maakt het voor die, ja, nou, de, deep state, de deep state nog makkelijker om nee, te gaan shoppen nee. in die amendementen. Nee, het, wordt, het wordt moeilijker om uh, de barrage van 376 te halen. En vroeger was dat wel heel makkelijk, toen ik stagiair werd uh, zoals jij. Uh, toen was het gewoon uh, socialisten en socialiste, christen-democraten. De fractieleiders waren alle twee Duitser. Handje klap, klaar is Kees. Nou, de rest is altijd voor spek en bonen bij. Nou, dat is totaal voorbij. Ja, dat dus, is die, zo, dus, ja. het, dus dat systeem werkt zo niet meer. En we moeten ja. dus naar een... Uh, nou, we zelf in de Tweede Kamer hebben we natuurlijk een systeem... waar je heel veel partijen hebt. En ja, dan moet je een coalitie gaan maken. En dat is, uh, die versplintering maakt dat niet eenvoudig. Nou, in het Europees Parlement krijg je versplintering... en voor de commissie zal het niet meer zo makkelijk zijn... om aan dat aantal te komen omdat het te versplinterd is en uh, dingen worden weggestemd. Zelfs de aanstelling van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Daarvoor is ook een wat versterkte meerderheid nodig. Ja, dat zal al moeilijk zijn, want er is gewoon ruzie over. En dan moet men, kun je zeggen, ja, dan gaat men deals maken. Met de, maar deals met wie en wat en hoe. Uh, uiteindelijk is dan iedereen ontevreden en stemt iedereen om verschillende redenen tegen. Dat kan ook nog vaak gebeuren. In mm -hmm. um, dat opzicht kun je dus invloed uitoefenen. Maar je moet de eurosceptische. Zuil, als je dat zo ja. noemen. <laughs> je ja. houdt van het woord zuil. Uh, ja, weet dat, ik, de, dat ben ik geweldig. De eurosceptische zelf, die zuil die kent vele kamertjes. Leven helemaal op. Ja, ja absoluut. Kamertjes. de Zuil kent vele kamertjes. Ja, die vele ja. kamertjes hebben allemaal hun eigen gedachten, herkomst enzovoort. Maar ik wil graag naar die kamertjes gaan en zeggen: nee. van kunnen we niet even zaken doen? Precies. Kijk, dat is een onderwerp, daar moeten we even samen gaan stemmen. Dat is een onderwerp, daar moeten we samen gaan stemmen. Ik kan niet zeggen, hier kom ik met, met, met 200 <laughs> voorstellen, moeten we allemaal samen. Dan wordt het niks. Maar je moet essentiële dingen uitzoeken. En de essentiële punten, ideologische punten, is ten eerste natuurlijk immigratie. En ook de bescherming van de nazistaten. En de schuldenbubbels. En uh, nou, dat, zie je dat? De, de schuldenbubbels, dat is, dat is een, een zaak dat vooral in handen ligt van de lidstaten. Dus van de eurozone en van de regeringsleiders. Het Europees Parlement uh, adviseert op veel punten wel, maar en dat is ook een zaak van de Europese Centrale Bank. Daar moet ook een nieuwe directeur komen. En dan willen we dus geen Italiaan meer hebben. We willen iemand hebben met een strakkere. Uh, monetaire visie waarbij ook het element van rente weer wordt hersteld. Ja, je hebt rente nu negatieve rente of spaargeld. Dat is ja, vroeger, ging, vroeger ging je dus uh, geld lenen en dan ja. moest je dus rente betalen. Nu, uh, nu ja. ga je sparen, geld ja. lenen en dan moet je ook... Uh, ja, ik heb dus negatieve dan rente Dan moet je gehad. sparen, dat ja. kost ook geld. Ja, dat vind ik echt erg. Ja, en dus, en, dus, uh, en ik, voeg, ik voeg eraan toe, uh, zit dat... In Nederland hebben de, 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 de individuele spaarders jaarlijks een schade hebben van 10 miljard, terwijl er geen rente is. En de pensioenfondsen die hebben al een schade van 100 miljard. Nederland heeft ook 100 miljard uitstaan in alleen noodfondsen voor de eurozone. En de target 2 van de, van, de, van de Nederlandse centrale bank, de Nederlandse bank, is ook ongeveer 100 miljard. Dus moet je, moet je eens bij elkaar optellen hoeveel 100 ja. miljard ons dat dat allemaal gaat kosten en mogelijk kan kosten. Ja. Dus daar moet een directeur komen ja. bij de Europese centrale bank met een meer klassieke uh, uh, aanpak. En ja. niet iemand die alleen maar... 0% rente ja. rekent om Italië op de been te houden, de Italiaanse bank op de been te houden. Ja. Wat jij nou vertelt, dat is wel even belangrijk om het hier even te melden. Maar af... hier hebben we dus ook wat te zeggen hè, bij de aanstelling ja. van die Heel directeur goed. van de centrale bank. Heel dus bij de afdeling ja. benoemingen, ik ja. hou altijd van benoemingen, want het gaat over personen, ja. het gaat over visies. Wie vertrouw je, wie en niet? Wie, controleren, wie, wie je en die laat je controleren ja. en wie niet? En als je denkt dat wordt niks dan kun je die blokkeren. En dat moet je ja. dan doen. Ja. Dus dan ga ik in die zeil al die kamertjes af, en dan zeg ik van nou ga eens praten en ga niet zeggen van jij deugt niet en jij ja. deugt niet. En jij bent een fascist ja. en jij bent Dat niks doe aan. ik niet. Dat leidt niks, niets niks aan. Nee, dat, dat doen we allemaal aan de linkse kerk. We, gaan, we, moeten, pra we moeten praten met iedereen. Ja. En zo moet je eigenlijk een meerderheid bij elkaar vergaren. Ja. En dat is de taak van, van Forum voor Democratie. En dat is ook waarom ik zo graag deze, deze de taak op meeneem. neem: de cartrack. Ja. En de renaissance generatie ja, vertrouwd maken met dit spel. Nog even één belangrijk ding: want dat wil ik u even melden. Want Arno Wellens die had op 20 april voor de Nieuwe Zel in Amsterdam een lezing gegeven. En hij vertelde ook dat hij over gesproken had met uh, Halbe Zelstra. <coughs> en dat Halbe Zelstra al die rapporten gelezen had en ook al het werk van Arno Wellens. En had gezegd: ja, kijk, <coughs> ik weet dat die schuldenbubbels niet houdbaar zijn. En ik weet dat ze gaan crashen. Maar toch ga ik jou publiekelijk niet steunen met het aankaarten hiervan. Want dan zal ik in de <coughs> Tweede Kamer nog. 75 andere gekken moeten vinden die bereid zijn hun nek in deze strop te steken en die ga ik niet vinden dus ik zie het grote probleem hiervan ik zie het alleen niet politiek haalbaar om het op te lossen dus het spijt me arno en dat dat had zou hij eigenlijk niet mogen zeggen omdat het geheim was verteld maar toen heeft jord kelder heeft het toch uh, openbaar oh, gemaakt ja. toen is het publiekelijk gewaargehoord dus nou. hij wist ook dat de Griekse schulden ook onbeheersbaar waren en dat er geld bij zou moeten dat ja. wist hij allemaal maar omdat hij politiek niet winbaar Scenario zag, heeft hij besloten om de analyse van de Arno niet publiekelijk te steunen. Ja. Ja, ja, dat is een bepaalde politieke lafheid natuurlijk. Je ziet het probleem, je herkent het probleem, je analyseert het probleem. Ja, dat heeft en, hij allemaal goed gedaan. Ja, dat heeft hij heel goed gedaan. En vervolgens komt er geen conclusie, want hij durft het niet. Ja. En dat is, ja, dat is politieke lafheid. Ja. Uh, je hebt dat wel meer gezien. De reden dat ik de VVD heb verlaten was dan mm. precies dit soort zaken. Er was een, uh, de, de VVD van Bolkestein, ja, die bestaat niet meer. Oh, Bolkestein, eh? ja, was zo mooi. Was, uh. Ik sprak Bolkestein laatst bij de Common Sense Society en ik vroeg: Heeft iemand even een pen? Heeft iemand even een pen? Dus ik pak straks mijn hand in mijn tas en dan kwam toevallig een pen van het Forum voor Democratie. <laughs> toevallig, op dat moment kwam er net uit. Echt gewoon. Dat ja. iemand mij de vorige dag had gegeven bij flyer of zo, maar dat was echt prachtig. Wat ja. het. Ja. ja, maar de, de, de VVD van Bolkestein bestaat dus niet meer. De VVD is helemaal naar links gegaan. En zit met het klimaatbeleid. Uh, jaagt burgers op kosten. Uh, dat beleid is onbetaalbaar. Ja. Uh, dat vindt Bolkestein trouwens zelf ook. Bolkestein is ook op het gebied van, van migratie uh, ja, meer eens met Forum. <laughs> en op het gebied van, uh, uh, van uh, dus klimaat, immigratie ja. enzovoort. En euro meer eens met met ons eigenlijk dan met, dan met de VVD of ja. met Rutte. Maar ja, goed, wat kan hij eraan ja? doen? Ja, nou, ik had dus graag een VVD-politicus hier aan tafel willen hebben. Ja, over nou, voor uh, Maar nog niet... niet van voorlichting. Dus nee, wat nou, kartel, dat is een kartel, hè? We dus... zijn eigenlijk al een zuil, Dirk Jan. Wat ja, voor het systeemcrisisanalyse moet die afdeling, men al bij ons? Die afdeling voorlichting, ja. dat, is, dat is een soort van... Uh... Ja, DDR-grenzenbewaking. Je mag helemaal niks. Als je je kop over de muur wilt steken. dan moet je oppassen dat ze niet gaan schieten. Ja, maar ik vond dus ook dat een liberale VVD. gewoon hier zijn visie over de wereld moest kunnen vertellen. Maar mocht niet van voor Nee, dat noem je dan vrijheid en democratie. Nou, dat is precies waar we hebben gezegd. Uh, ik uh, ik uh, ga, de, ga de partij verlaten, en dan is later de, uh, Thierry Baudet gekomen met het Ja, maar dat is zo de... erg, maar Dirk-Jan, het zit me zo dwars, want dan gaan mensen zeggen... Ja, maar zit, jij praat alleen maar je, je eigen realistische bubbel maar. Ja, maar zit, jij echoot alleen maar dezelfde geluiden. Nee, ik wil met iedereen in gesprek, ik wil ja. met iedereen praten. Zie je dat interview maar... met anne verdekker in de Telegraaf van een half jaar geleden? Dat wil ik met iedereen. Maar als het van voorlichtingen allemaal niet mag en niet kan, ja. dan krijg je ook zo'n echo chamber, weet ja, je? Ja, ja, ja. What precies. the fuck? ja. Nou, dat is een jargon dat ik niet meteen zal gebruiken, zit. Uh, ja. Je moet altijd rustig blijven. Dat ja, maar dit gaat leiden tot burgeroorlog op den duur. Nou, dat is wel Op afgrondelijke, niet-verenigbare te visies op het Dat is wel erg uh, ver gezocht, vind ik eerlijk gezegd. Ja, je, je demoniseert elkaar toch? Je krijgt toch nee, een nieuw pin voor ja, thuis? Je wordt er een nieuwe pin voor thuis Die gekeert. mensen doen dat omdat ze, uh, omdat ze niks meer te zeggen hebben. En ze zijn eigenlijk uitgepraat. Ja, maar dan is het geweld dan is het toch? Als je nee. niks meer te zeggen hebt en je bent uitgepraat, dan gaat het. Je krijgt, uh, je krijgt verkiezingen en je krijgt andere uh, constellaties. Dus het is heel goed dat Forum voor Democratie er is. Uh, die eigenlijk een gamechanger is geworden ja, bij dat de vorige verkiezingen. En hopelijk bij de Europese ja. verkiezingen weer. Die een signaal geeft en die andere partijen ja. dan ook verplicht om die kant op te gaan. Hè? Je moet altijd zorgen dat je. Dat je dat netjes doet en aanvaardbaar enzovoort. Want uiteindelijk speelt de tijd in je voordeel. Dus je moet niet boos gaan worden. Denk je Want, dat uh, demografische veranderingen gaan zo snel? Dat nou, zijn we niet meer terug te draaien. Nee, Denk dus, in Duitsland. Is gewoon kunt, echt je klaar kunt hoor. binnen enkele jaren. Zweden gegeven, is klaar. Je kunt, ja, uh, zullen we nou even van de dag springen? <laughs> als je nou kijkt, het, 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 Zweden is klaar. Oké, okay, nou, ik, ik woon niet in Zweden, maar Zweden is, is, is een groot probleem. Uh, maar als we het als we nou beperken tot Nederland. Je, je, je kunt door verkiezingen kun je de machtsverhoudingen ook weer veranderen in Nederland. En daar zijn we nou mee bezig. Ja. En dat is vrij snel gegaan. Hè. Dat was, je hebt het hier over een periode van een paar jaar. Uh, en je ziet ook een renaissance-generatie opstaan. waar jij deel van bent. Dus je moet een beetje tijd geven. Uh, en, de, en, en ook op die beleidsterreinen gaan hameren. Uh, waar je ziet dat de oude, oude probeert het marxisme te grondvesten, zoals natuurlijk klimaat. klimaat is gewoon, is, nou ja, de klimaatbeleid is gewoon een vorm van. Laten we in bij de, de, de coalities even houden. Ja. Dat gaan we, klimaat misschien meer is voor geopolitiek. Ja, maar ja. Het, is ook een, het is ook een vorm van social engineering natuurlijk, ja. het hele, hele beleid. Maar goed, uh, coalities, in, coalities in Nederland, coalities in het Europese parlement. De bevolking roert zich wel, dat is al belangrijk. Het is belangrijk dat men gaat stemmen, mm -hmm. dat men eurocritisch of eurosceptisch gaat stemmen. Uh, en dat we deze machten groter, groter maken en groter kunnen worden. Dan kunnen we in ieder geval in Brussel eens dus een keer de voet goed op de rem zetten. Uh, en dan kunnen we pro ook proberen met andere dingen te komen. En ik ben ervan overtuigd dat de Europese Unie met al dat, al dat dwangmateriaal van bovenaf uh, ja, uh, zichzelf zal vastrijden. Uh, dan moeten wij een model klaar hebben liggen van samenwerking. Tussen, tussen, tussen soevereine staten, dat wel kan werken. En wel elkaar een beetje met rust laten. En niet iedereen chanteren of beschuldigen van alles en nog wat. Elkaars cultuur respecteren. Nou, dat is al een hele stap voorwaarts. Nou, Dirk-Janne, ik echt een held dat je hier bent. Dat sowieso. Maar wat vind je je echt van Koertz. Want jij schreef een paar maanden terug echt een geweldig artikel. Je zei net zelf al. Hè. Hongarije werd op de pijnbank gelegd. Want het mocht niet meer in de Europese christendemocratische fractie. Want het was te ver naar het rechtse afgedreven. Maar toen heeft Oostenrijk, terwijl we enerzijds Koerts een beetje als een soort messias zien. Een jonge aankomende dertiger. Ja. Kritisch op migratie. Heeft wel meegestemd met het veroordelen van Hongarije en Orbán. Hoe moeten we dat ja. dan zien? Nou, ik denk dat... Uh, ik heb een tijd in Oostenrijk gewoond. Uh, en ik denk dat daar binnen die uh, uh, christendemocratische partij... Een duidelijke strijd is tussen de jonge generatie, die radicaler is. Hè, dus Zoals Sebastian Kurz. Hè, realistischer. Ja, nou, realistischer. We zien in het is eigenlijk al tien over twaalf. Ja, die, die, dat is een hofnoenstreger, heet dat in het okay. Duits. Hè, een dus we weten nog niet wat het wordt, maar een zekere hoop. Aan de andere kant heb je de Oude Garde, die wordt geleid door Otmar Karas. Otmar Karas ken ik ook uit het Europese parlement. Hij is uh, namelijk getrouwd met uh, een dochter van uh, de voormalige Oostenrijkse president Kurt Waldheim. En hij uh, nou, komt uit, uit die familie. En Otmar Karas is, is een veel pro-EU. En uh, ja, ik kan niemand vinden die meer, meer is dan hij. Dus die, die twee flanken, die heb je eigenlijk daarin zitten. En soms dan zie je dat Kurz uh, uh, het wint. En soms dan zie je dat Karas het uh, mm -hmm. wint. En mm -hmm. ik meen dat Oostenrijk ook het uh, akkoord van Marrakesh niet heeft uh, getekend. Uh, als ik me niet vergis, tenminste. Uh, maar je ziet ook dat uh, Karas soms terugkomt. En zeker in die kwestie ja. van Hongarije. Ja, uh, Hongar uh, Oostenrijk is eigenlijk de brug tussen Oost en West. En dus de Oost-Europese. Eigenlijk zie je de grenzen van de Donaumonarchie terug. Uh, dus de landen in, uh, in Oost-Europa die daar deel van waren. En Polen een klein beetje. Mm -hmm. uh, die zie je eigenlijk naar Wenen kijken. En Wenen vertolkt hun gevoel ook in Brussel. En dat geeft het. Het feit dat Oostenrijk dat doet, geeft het een legitimiteit. Want anders zijn het individuele boetjes uit Oost-Europa die komen. Maar dat geeft het gewoon zeker gewicht. Uh, en dan als de Oostenrijkers het, 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 het vertolken, dan beginnen ze in Beieren ook. Mm. Uh, en dat krijgt zijn dus weerslag bij de, bij de Duitse ChristenDemocraten. Dus het feit dat uh, Koers daar zit, is heel belangrijk. En dat hij die brugfunctie vervult. Maar hij moet laveren, omdat ja. hij natuurlijk in zijn ja. partij ook die. Zoals je hier in de CDA ook hebt: de prominenten. Mm -hmm. hè, de CDA-prominenten komen met een uh, document. Mm -hmm. hè, en dan moet daar de partijleiding naar luisteren. Nou, de UVP. Uh, ja. De ChristenDemocratische Partij heeft ook prominenten. Ja. En uh, nou ja, dat zijn meestal mensen uit het verleden die vasthangen aan dingen uit het verleden. Maar ik denk dat de generatie ja. van Koert, uh, hopelijk ook een soort van de Renaissance-generatie uh, dat die doorstoten en uh, ja. dat, die, dat die ook hun gelijk. Naar zich toe kunnen trekken. Ja, we zitten natuurlijk wel tegen een bepaalde context hier. En je noemt ook inderdaad het CDA met allemaal prominenten ja, die een prominenten, linkse kant op ja. willen. Zelfbenoemde prominenten. Ja. Ze zijn niet gekozen of zo. Ja. Ze noemen zichzelf prominent. Ja, en nou ja. en dat elke partij dus ook verschillende stromingen heeft. En in zoverre je daarover wat wil zeggen, laat ik dat helemaal aan jou, Dirk-Jan... Maar is het nu ook zo dat er binnen. Vorm voor een democratie dat er ook verschillende stromingen zijn die verschillende kanten op willen met de partij. In zoverre als jij daar inzicht in hebt op een visie op hebt. Uh, nou ik ben er uh, te kort bij om precies te kunnen zeggen wat, wie, hoe. Mm -hmm. uh, dus ik zit wat meer in de, in de kennismakingfase. Uh, en ik moet zeggen dat we op uh, Europa, uh, wat betreft EU, een vrij uh, heldere koers hebben getrokken. Heb je mijn boekje gelezen, Europees realisme. Nou, ik, ja, ik, vind het dat, uh, dat ik Baudet, vond het wel leuk. Ik vond het wel leuk. Dat Baudet dus ook een voorwoord had geschreven. En dat ja, was jouw ja, boek. Ja. En ik denk nou, misschien had ik wel een nawoord kunnen schrijven. Want dan was het net als Avalanche Identiteit geweest. En dat je ook Baudet, Lucas en Epping in één ja, boek maar. hadden. Nee, nee. ja. ik, ik heb je moeten zoeken, want je las altijd het ziekenhuis. Dat is waar. Dat is waar. <laughs> dus we hebben dat, dat, dat niet waar, uh, helemaal ja. kunnen doen. Ja. Maar goed, het is, uh, ik ga er graag mee aan de slag. Het is uh, absoluut uh, het moment dat er iets kan keren. En uh, ik, zeg, ik zeg ook al, ik hoop dat, uh, uh, dat de jonge generatie zegt van nou, uh, we kunnen er wat anders van maken. En dat dus ook het, uh, uh, dat het doemdenken verdwijnt mm -hmm. en dat er een gevoel is van, uh, van renaissance, ja. van heropleving. Ja. En daar gaan we zo dadelijk over naar een ander onderwerp. Inspirerend, Dirk-Jan. Hartstikke bedankt ja, voor het gesprek. Ja, graag gedaan hoor.